Hardware Info TV wordt mede mogelijk gemaakt door OCZ, MSI en Asus. In deze aflevering van Hardware Info TV, de Leap Motion. Welkom bij Hardware Info TV. Bijzonder product vandaag. We gaan het hebben over de Leap Motion. En dat is een klein apparaatje dat het mogelijk maakt om je computer te bedienen met je handen en je vingers. Ja, en dan denk je van dat kan toch al, want we hebben touchscreens. En dat klopt, maar er is uiteraard continue evolutie in hoe je apparaten bedient. Ik bedoel, voor Microsoft hebben we eerder al de Kinect gezien. Dus het apparaat waarmee je op afstand net met handgebaren kan bedienen. We zien dat bij televisies tegenwoordig. De topmodellen van Samsung hebben dat sinds vorig jaar. En dit is ook een apparaat dat eigenlijk min of meer op diezelfde manier werkt. Dus met bewegingsherkenning op basis van camerabeelden. Want geloof het toch niet, maar in dit ding wat er eigenlijk een beetje uitziet als een uit de kluiten gewassen USB-stick, zitten twee cameraatjes en drie infrarood leds die zorgen voor het beeld, zodat die camera's goed kunnen zien. En wat het dingetje doet, je legt hem net achter je keyboard, dus tussen je keyboard en je monitor, of als je een laptop hebt, voor je laptop neer, zo plat op tafel. Ja, en, maar in feite dus voor je monitor net. Ja, en hij herkent dus waar je handen zijn. Hij herkent echt alle 10 je vingers apart. En door bewegingen te doen, kan je dus je Windows, dat is een van de mogelijkheden, maar ook bepaalde apps die er speciaal voor zijn gemaakt, kan je daarmee besturen. En wat dat betreft is het toch net even wat anders dan Kinect en veel andere dingen die we hebben gezien, waar het eigenlijk camera's zijn die van voren op je gericht zijn. Dit zijn dus echt camera's die ik meer van onder bekijken wat je handen doen. Ja. En volgens Leap kun je daar eigenlijk gewoon nauwkeuriger mee aan de slag. Omdat je vaker je handen plat hebt dan rechtop bijvoorbeeld. Ja. En dit soort beweging. Zit het achter een desktop. Ja, dus dit soort beweging kan je ook beter herkennen dan als je dit soort zaken doet. Ja, ze claimen dat ze tot op 0,01 millimeter kunnen herkennen waar je vingers zijn. Ja, bedoel, in de praktijk zien we dat ze inderdaad goed je vingers kunnen herkennen. Maar je ziet ook nog wel eens wat bewegingen. Dus dit is niet altijd helemaal perfect. Ja. Maar op zich werkt dat vrij goed. Hij weet dus vrij goed waar je vingers zijn. En het idee is dus dat je als het ware twee zones hebt. Een gedeelte van, als ik hem zo ten opzichte van mij heb liggen, een gedeelte voor het apparaat waarin het bewegingsgedeelte zit. En ga je daar met je vinger doorheen, dan doe je daadwerkelijk aanraakbewegingen. Ja. Dus op het moment dat je Windows interface... Een soort virtuele muur, Een soort virtuele muur waar de touch in zit. Alleen voel je de touch uiteraard niet. Er is geen enkele feedback op wat je doet. Ja. Maar het is dus zo dat je bijvoorbeeld in Windows, want je kan Windows ermee bedienen. Daar is een plugin voor Windows 7 en voor Windows 8 ook. Ja. Kan je Windows bedienen, je ziet dan een soort balletje over het scherm gaan. Op het moment dat je naar voren gaat, zie je dat balletje verkleuren en doe je dus je touchbeweging. Ja, voordat we verder gaan hebben wat je ermee kunt en vooral ook wat je daaraan hebt. Eerst even nog kort over dat bedrijf, want Leap is geen grote naam, maar dat is eigenlijk gewoon een kleine firma met een paar slimme techneuten die wat investeringsgeld hebben opgehaald en proberen hier een mega succes van te maken. Dat product is al een tijd geleden aangekondigd, al ruim een jaar geleden. En met meerdere investeringsronden hebben ze steeds meer geld opgehaald en is nu sinds een paar maanden daadwerkelijk te koop. Ja. En als je hem wil kopen, koop je hem dus ook bij Leap zelf. Dit is niet iets wat zo in de winkel ligt. Gewoon op hun website, je kan hem ook gewoon in Nederland bestellen. Voor €92 heb je hem thuis bezorgd, dus dat is inclusief verzendkosten, want los is die €75. Ja. En dat is gewoon niet zoveel geld. En zeker als je bedenkt wat erin zit en hoe redelijk slim het toch werkt. Grote vraag is uiteraard wel wat je eraan hebt. En dat is een tweede punt waar we over komen te spreken. Want we hadden het inderdaad al over, je kunt hem gewoon gebruiken in Windows. Daar moet ik zelf van zeggen, ik was er niet heel erg van onder indruk hoe gebruiksvriendelijk dat was. Ik heb niet het gevoel, Windows 8 gaat ineens een stuk prettiger als je een Leap Motion hebt. Ik bedoel, daar is hij overduidelijk niet echt voor bedoeld. Nee, het is gewoon heel moeilijk. En eigenlijk geldt hetzelfde als wat we ook riepen toen we het over die smart tv's hadden met handbediening. Je hand in de lucht, precieze bewegingen maken met je hand in de lucht is gewoon heel erg moeilijk. Ja. En het punt is dat je hier dus niet alleen x- en y-beweging moet maken. Op het moment dat je een keuze wil maken, moet je hand ook naar voren doen. Maar moet je hem wel ook op x- en y-richting op dezelfde plek houden. Ja. En zeker in Windows, op de tiles interface van Windows 8 gaat prima. Ja. Maar als je bijvoorbeeld de startknop wil raken, dat is toch echt heel erg moeilijk. Want je moet hem dus eerst, moet je je vinger eroverheen houden en dan naar voren, zonder dat je je vinger verder naar boven of opzij beweegt. Maar ik had daarbij zoiets van dat Windows 8, dat is duidelijk bedacht op echte touchscreens. Ja. Maar Leap heeft ook een hele trits demo-applicaties en zelfs een heuse app store. Ja, de Airspace store, zoals dat dan heet. Ja, het klinkt super hip. Maar daar zitten dus allemaal programma's in die je daadwerkelijk van gebruik maken. Veel zijn een gimmick en sommige dingen zijn leuk en soms zelfs handig. Ja, het is trouwens wel echt een store. Er zijn gratis apps, maar er zijn ook apps waar je echt voor moet betalen. Soms wel enkele tientallen euro's of dollars. Dus dat is niet weinig. Ja. Ja, ik moet wel eerlijk zeggen, tot nu toe, de technologie is echt heel tof. Want er zitten ook demo's bij waarbij je dus ook je vingers echt virtueel in de lucht ziet. En dat werkt echt super goed. Het is een beetje het Minority Report effect, alleen dan zelfs zonder handschoen. En die herkenning van je vingers werkt over het algemeen dus heel erg goed. Alleen het probleem is, je hebt natuurlijk applicaties en interfaces nodig die daar goed mee overweg gaan. Ja. En ze hebben nu een aantal games die zijn aardig en
In het begin is dat onwijs moeilijk, omdat wat ik net ook al zei, dat met je handen bewegen is gewoon lastig. Ja. Als je er eenmaal een tijdje mee werkt, valt er aan te wennen en kan je die games goed spelen. Maar ja, het overstijgt het Angry Birds niveau niet, om het zo maar te zeggen. En het plan van die mannen is natuurlijk dat heel veel developers mee aan de slag gaan. En dat de killer app er uiteindelijk gaat komen, want die is er overduidelijk nu nog niet. Nee, het is een beetje kip-ei, want dit is natuurlijk een eerste apparaat wat op deze manier werkt. Ja. En er moeten interfaces voor komen die er goed voor werken. Die zijn er nu nog niet, wellicht komen ze ook niet. Misschien is dit een product waar we over een paar jaar op terugkijken van, ja, het was grappig, maar dat was overduidelijk niet de weg waarop wij zijn gegaan. Aan de andere kant kan ik me ook voorstellen dat dit straks in laptops en dergelijke zit ingebouwd en wellicht dat het iets anders gaat werken, maar dat het bewegen met je handen en het selecteren van dingen in de lucht, dat wel de toekomst is van interfaces. Ja, wat dat betreft, als je hier zeg maar die dikke €90 aan uit gaat geven, dat zal op geen enkele mogelijke manier te rechtvaardigen zijn als een zinnige, rationele investering. Maar je koopt dit gewoon omdat je het leuk vindt om aan de slag te gaan met nieuwe technologie, daarmee te experimenteren, leuk te hobbyen met die apps. En gewoon iets te hebben van, ja, ik ben leuk bezig met nieuwe dingen. Gewoon, het is gewoon iets nieuws en het is, wat dat betreft is het echt super tof. Ik bedoel, als je een beetje technologie-nerd bent, vind je dit gewoon fantastisch. Maar ga je wellicht meer lol aan hebben dan aan de 10e videokaart. Wellicht, ja. Het is gewoon, en het heeft ook echt potentie. Alleen op dit moment is het wel zo, ja, wat gaan we ermee doen met z'n allen? Want die apps, wat ik al zei, het zijn met name spelletjes en dan wat demo's. Ik bedoel, je hebt een New York Times app waarbij je de krant kan lezen en dan door je vinger te draaien kan je scrollen. Ja, de vraag is dat natuurlijk handiger als dat je het gewoon met het scrollwieltje van je muis doet? Eigenlijk het antwoord, dus de vraag stellen is het antwoord geven, want nee, het is eigenlijk helemaal niet handiger. Maar er zijn in theorie, en zeker als je met grotere schermen gaat werken waar je op een afstandje zit, zou dit best een goede toekomstige interface methode kunnen zijn. Vooralsnog leuk hobby dus, dat hebben wij gedaan en dat kun je thuis ook doen als je daar zin in hebt. Dit was Hard Info TV voor vandaag. Reacties zijn altijd welkom. Zet ze of bij YouTube of op de site. En wij zijn er snel weer op maandag, woensdag en vrijdag. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Een bijzonder ding bij deze 13 CL 58. Want ik zie zowel een Onkyo logo erop als een Soundblaster sticker. Ja, ik moet wel zeggen van nou ja, dat Onkyo logo. Volgens mij hebben ze voornamelijk het logo geleverd. Want als je hem daarna gaat luisteren, ja, ik ben niet heel erg overtuigd. Ik hoor af en toe hier mobiele telefoons voorbij komen die een beter geluid hebben dan deze notebook.